welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag heb ik op school wat gewerkt eigenlijk. Wat heb ik zo wat gedaan? Ik heb zo wat themabloemen gedaan, hebben wat geschilderd. Ik heb nog een beetje vol met verf. Dat is echt heel leuk eigenlijk vandaag. Dus dat is wel leuk, zo'n themabloemen zo wat. Het is ook vermoederdag natuurlijk. En dan is het natuurlijk ook zo wat themabloemetjes. En echt wel genieten eigenlijk van zo'n dingen eigenlijk allemaal. Dus ik vond het wel leuk eigenlijk over het thema eigenlijk te hebben van de bloemetjes en de eentjes. Dus we zijn ook op straat gaan kijken naar bloemetjes op school. Dus dat was wel echt wel heel tof. Eigenlijk dus, ja, ik zie nog een beetje moe uit, dat klopt. Ik ben ook helemaal kapot. Door ja, toch wel een paar dagen voor Enzo te zorgen. Die beelden hebben jullie kunnen zien. Dat we gisteren inderdaad dus Silicon en Meetup hebben ontmoet. Dat was echt wel super leuk eigenlijk. En ik ben een beetje aan het nagenieten ervan. Dus ik ben er echt wel van aan het genieten eigenlijk. Dus ik ben er wel blij mee eigenlijk. Dat was echt wel een toffe dag. Het was echt gewoon een heel toffe week eigenlijk. En ik denk dat er geen enkele week aan het tippen. Dus 3-4 toppers op 1 week tijd, dat is gewoon knallen, hè. Dus dat is wat gedaan op school. Dat was echt wel leuk. Ik vind dat wel tof. Ik kreeg de vorige keer trouwens ook een vraag. Dat vond ik wel heel leuk. Voorbeeld van, wordt er nog vaak verkeerd aangesproken? Bedoel ze mee, word je nog vaak aangesproken als meisje? Ja, ik word nog heel vaak aangesproken als meisje en dat vind ik heel lastig. Want ja, de één nadeel is natuurlijk door die mondkapjes zien de mensen niet altijd dat je ja, een jongen bent. En dat is wel heel vervelig en ik vind het ook heel lastig. En ik vind het ook niet altijd heel leuk om zo aangesproken te worden als vrouw. Dat gebeurt wel dagelijks, zei ik ook gewoon in de live. En dat is natuurlijk niet zo leuk. Want ja, in de live zien ze wel dat ik een baard heb, een snor en dan... even het inplannen. En het was wel leuk eigenlijk. Dus ik heb er wel, ook was ook een vraag van iemand die zei van, naar welke toilet gaat u in het openbaar? Dat vond ik ook wel heel goed. Eigenlijk als er bij de jongens toiletten zijn waar dat je dus kunt gewoon naar het toilet kunt gaan, maar je niet moet rechtstaan, dan ga ik bij de jongens. En anders moet ik helaas bij de meisjes gaan als het echt heel dringend is, want ja, dan kan ik niet moeilijk ja, in de broek pissen natuurlijk. Dat kan ik niet. Maar meestal kies ik eigenlijk wel voor de jongens, omdat ik ook, ja, ben een jongen. En ga ik ook naar de jongens naar het toilet. Nu hebben we wel een beetje het voordeel dat er wel al heel veel toiletten zijn. Maar het is toch nog altijd wel een beetje zoeken van, ja, hebben ze daar een toilet of niet? Dus het is wel nog altijd wel een beetje zoeken en bekijken. Maar het lukt wel. Eigenlijk, ik vind het wel, ja... Dus ja, moest je er ook zo vragen voor hebben, stel ze gerust. Ik wil er gerust op antwoorden, dat is geen enkel probleem. Ze vragen mij ook vaak wanneer wist je dat je een jongen bent. Ik ben 13, wist ik van ja, dan komt natuurlijk ook alles en je borsten komen eraan en zo. Wist ik van nee, ik zit niet juist. Maar ik wist ook niet dat je dit aan kon doen. Dus daarmee het ook zo lang geduurd heeft voor ik eigenlijk actie geschoten ben. Want ik denk als ik wel lang wat rapper in actie geschoten had, dan had ik dan wel veel verder gestaan had als nu. Nu is alles zo, ja, gaat alles een beetje trager en trager en is het ook wel confronterend omdat ja, je hebt de boobies nog altijd, de borstjes. En dat is niet altijd heel gemakkelijk, want ja, ik zeg het, dat word je verkeerd aangesproken en zo. En ook tegenover foto's en zo, dansjes dat je doet, dat valt er soms wel eens op en dat is niet zo leuk eigenlijk. Als dat opvalt, dan ben ik er wel mee bezig eigenlijk van, dat vind ik al erg. Maar ja, daar kun je helaas niet veel aan doen natuurlijk. Hopelijk vond je dit een leuke video. Als ik het duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.